Er wordt heel wat online gegamed. Niet alleen met populaire shooters, ook zitten miljoenen mensen per dag massive multiplayer online games te spelen. De beste van deze massieve online spellen zetten we op een rijtje. Op de 10e plaats vinden we een MMO uit een hele bekende franchise. Final Fantasy XI bracht de bekende RPG-serie van Square Enix online. Je stapt in het spel in de wereld van Vanadil, waar nog ongeveer 1 miljoen andere spelers rondlopen. Aion, The Tower of Eternity is een MMO van de Koreaanse ontwikkelaar NCSoft. In de game staat het strijden om kastelen centraal. Je zult in deze gevechten zowel tegen menselijke als computergestuurde tegenstanders knokken. Vooral in Azië is Aion erg populair. Een universum dat zich bij uitstek leent voor MMO-games is die van Star Wars. Dat dachten Sony Online Entertainment en LucasArts dus ook. Deze bedrijven kwamen in 2003 dan ook met Star Wars Galaxies. Een game waarin je het gehele Star Wars-universum met miljoenen andere gamers kunt verkennen. Een wat aparte game in deze lijst is MapleStory. Deze game is namelijk niet in 3D, maar in 2D te spelen. Het spel speelt als een typische roleplaying game en in de MapleWorld zul je vooral monsters moeten verslaan en je karakter verbeteren. Een recente MMO is DC Universe Online. Sony bracht deze game naar zowel de PlayStation 3 als PC. En met succes. In het spel zul je een superheld worden met de hulp van bekende DC Universe helden als Superman, Batman en Wonder Woman. Maar als je wilt kun je ook de slechterik uithangen. Op de 5e plaats vinden we een MMO die zich in de ruimte afspeelt. De science fiction game EVE Online is enorm populair en stelt spelers in staat om meer dan 7500 sterrenstelsels te verkennen. Met hun eigen ruimteschip natuurlijk. Een bekend fantasy-universum dat ook een eigen MMO heeft is The Lord of the Rings. De game lanceerde in 2007 en heeft sindsdien 3 uitbreidingen gehad. Je kunt het spel nu ook gratis spelen en zo kennis maken met de wonderenwereld van elfen, dwergen en hobbits. Guild Wars is geen traditionele MMO. Het spel richt zich namelijk vooral op coöperatieve roleplaying elementen en de player versus player gevechten. In Guild Wars moet je goed een strategie bepalen, want je kunt wel vele skills leren, maar slechts een beperkt aantal hiervan tegelijk gebruiken. Ook deze MMO is gratis te spelen. Op de 2e plaats vinden we een MMO die in je browser te spelen is. RuneScape kun je zo overal spelen en meer dan 10 miljoen mensen doen dit dan ook. Het is daarmee 's werelds meest populaire gratis MMO. In RuneScape zet je je eigen doelstellingen en kun je zo helemaal bepalen hoe je speelt. Het zal geen verrassing zijn welke MMO op de eerste plaats staat. World of Warcraft is al jaren de meest populaire game in zijn genre. Sinds de lancering in 2004 zijn er 3 grote uitbreidingen geweest, waarvan Cataclysm de meest recente is. Met deze uitbreiding werd de hele wereld van de game overhoop gehaald door een enorme draak.